Het was een flinke klap op een beruchte plek. Twee vrachtwagens knalden erbij, vlak voor knooppunt het Vonderen. En het is niet voor het eerst dat op deze plek een ernstig ongeval gebeurt. Dinsdagmiddag leek het gelukkig goed aan voor alle betrokkenen. De chauffeur van deze vrachtwagen was wonderwel niet gewond geraakt. Zijn cabine raakte flink beschadigd doordat er achterop de vrachtwagen voor hem was geknald. Maar het lukte hem om nog naar links uit te wieken. En vermoedelijk daardoor had er geen letsel opgelopen. De ravage was echter groot. De A73 in zuidelijke richting werd tijdelijk afgesloten. Later werd het verkeer over de vluchtstrook geleid. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Vooral is duidelijk dat op die plek dukker het verkeer stil komt te staan. Vlak voor knooppunt het Vonderen gaat de weg van 2 naar 1 rijbaan. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 12 uur 's middags. Het heeft enkele uren geduurd om de ravage weer op te ruimen.